Groet allemaal, hartelijk welkom hier op Beerschot. Vandaag in minder leuke omstandigheden. Het seizoen 2012-2013, het jaar van de teleurgang. Er is maar één ding dat telt, een proper club creëren. Dat is al wat me telt. En later zullen het wel zeggen tegen mij. Even mijn kansen maken. 2012-2013, een verloren jaar. Dit is een falen van de club, moet het zo zien. Er is geen leuk moment voor de club. Maar we staan terug op hoor, weer opnieuw. 2012-2013, het jaar te veel. Dat is een droeve constatatie, dat de verf niet pakt zoals men zegt. En dat deze groep niet het team is dat wij vermoedend zouden creëren na 6-7 maanden tijd. Beerschot. Mooie liedjes hè. Beerschot pakt 12 op 12 en staat vierde. We zijn in september. Ja! Als het team niet functioneert, komt het egootje ook in gevaar. En dat is een boemerang die terug in gezicht komt sowieso hè. Antwerp geraakt niet vooruit. Van Wijk had meer verwacht van deze club. Hoeveel jaar zijn we voetbalclub? 100 en zoveel jaar. En nog kunnen we het niet weten dat we de zaterdag of de zondag een match hebben schijnbaar. Want soms moet ik al controleren of we wel in de juiste kleuren spelen. Echt onvoorstelbaar. Degene die niet vooruit willen, die flikker ik eruit. Zo simpel is het. Je kent mijn stijl ondertussen. Degene die niet willen, die gaan een moeilijke carrière tegemoet. Sowieso. Bij de Giants is er geen chemie meer. Ik heb niet de bedoeling van... om dergelijke toeristische trips te blijven doen. Schandalig gewoon weg. Wel goed nieuws uit het volleybal. Antwerpen wervelt Europees en in de competitie. This is the reason why you are a volleyball player, why you are a sportsman. This is the game you want to play. Maar valt pijnlijk door de mand in money time. Dat is een droeve constatatie. Kampioenen zijn er in het hockey met het Antwerp van Sophie Giertz. We hebben het wel verdiend om deze wedstrijd te winnen. We hebben hard moeten werken en goed als best gedaan. Nu het basketbal met het Gembo van Domino Brie. Had je dit niet voorzien? Als je dat meeneemt, dan geef je toch wel een stijl. Seppe Smits wint zijn Big Air in zijn Antwerpen. Zo'n overwinning kunnen pakken, dat is echt wel iets speciaals. Doe wel iets. Jean-Michel Seyver wordt in Antwerpen Belgisch kampioen tafeltennis. Voor de 24ste keer. En nog even blij als was het zijn eerste titel bij de jeugd. Voor zo iemand past er maar één woord. Respect. Wannabe-kampioenen zijn er in Boom. Dit kabel moet voor de titel gaan. Ik denk dat het een beetje nu of nooit is eigenlijk voor deze club. Mannen en vrouwen willen wel, maar Boom pakt er twee keer net naast. Hetzelfde verhaal bij de zaalvoetballers van Antwerpen. Overal net niet. Maar er zijn een paar die even naar de brico moeten lopen en een paar spiegeltjes kopen hoor. Dat zal nodig zijn. Bokser Sugar Jackson krijgt rakenklappen. Er zou iets een afwijking zijn op zijn rechteroog, waarbij dat hem bepaalde stoten helemaal niet kan inschatten dat ze aankomen. Ja, dan moet in de ring niet stappen. Hè. Blijkbaar is maar één uitweg aan een glijbaan als onderaan. Hè. Bij Beerschot vertrekt Koster. We hebben samen besloten de knop in te drukken, te stoppen. En verknoeien de spelers alle kansen op het behoud. Oeps, foutje gemaakt. Klungelers zijn het geweest. Allemaal, klungelers. En die hebben de boel kapot gedaan. Bij Antwerp Giants moet Eddy Kasteels gaan. Antwerpen en Eddy Kasteels, dat is één voor mij. Ik dacht dat dat voor mij ook één was. Hij is een innemend en humoristische persoonlijkheid. En dat is als mens is het voor mij ook niet leuk om afscheid te nemen van zo'n persoon. Vind je het spijtig dat je hier gaat stoppen? Spijtig. Ik vind dat spijtig, ja. Bij Antwerp zoeken ze wanhopig een overnemer. Kan u met zekerheid zeggen dat die overname zo goed als rond is? Je mag voor 99% dat als waarheid aannemen, ja. Ik denk dat ik u niet moet overtuigen over de correctheid van die man. We wilden 6 à 7 top internationals in Antwerpen stallen voor kampioen te spelen. Ja, jongens. Beerschot degradeert. Voilà, heren. Ik sta open voor uw vragen. Dames ook, uiteraard. Vuur af. Voor ATG. Kun je een vraag stellen voor ATG? Beerschot krijgt geen licentie. Thank you.
Is iemand aanwezig voor Beerschot? Lijkt wel niets. Dus de zaak wordt bij verstek behandeld. Als wij geen garanties voelen voor die toekomst, ja, dan zijn we toch altijd weer slim genoeg om te zeggen, jongens, we stoppen ermee, want dit lukt niet. Beerschot gaat in vereffening. Ja, ongelooflijk straf hè, wat dat hier gebeurt de laatste maanden. Ik vind het vreselijk. Ik slaap er niet meer van, eerlijk gezegd. Mijn beste, dat is geen stuk van papier dat je weggooit. Dat is een trots. En dat moet een trots blijven. Ik heb er weinig aan toe te voegen, echt waar. Ik heb daar weinig aan toe te voegen. Laat iedereen voor zichzelf spreken. Ik heb mijn idee daarover. En de toekomst zal wel uitwijzen waar het naartoe gaat. Beerschot verdwijnt. Oké. Voilà. Dankjewel. Hartelijk dank voor de komst allemaal. Gegroet.